En jij moet een rode bal pakken als je door wilt naar de volgende ronde. Komt-ie. Rood is goed. Rood. 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 Groen. Blauw. 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 Welkom bij een nieuwe aflevering van Money Matties, de show waarin ik tegen mijn Matties de Stilwerder ga strijden voor money. 5000 euro is er te verdienen voor de allerbeste lingo-speler van vandaag. Succes, boys. Let's go! Hunten erin. Ja, ik kan het al niet winnen. Oh, dit! Blijf van mijn lul af. Vandaag hebben we weer een aantal hele leuke kandidaten. Quinten Pol, stel jezelf even voor. Hi, ik ben Quinten. Ik ben 25 jaar. Ik kom uit Amsterdam en ik ga heel veel lekkere woordjes opschrijven vandaag. Hey, mijn naam is Pol. Ik ben hier fucking slecht in. Ik kan niet eens een woord nu even zinnen met 5 letters. Klomp. K-L-O-M-P. Sick. Hey, sick! Maar ik ben gewoon niet zo goed met woorden. Wel met mijn handen. Kijk. En daarnaast hebben we... Jart! In ronde 1 spelen we het 5-letter woordenspel. Een 5-letter woord dat begint met een F. Fokje. F-O-K-J-E. De F is goed en de K moet op een andere plek en de E ook op een andere plek. Even kijken hoor. Laat me nou. Ja, ik wil je alleen maar helpen. Fieke. F-E-K-E. Wat? F-E-K-E? F-I-E-K-E. K-E. We hebben hier MG, dat is de stem. Fieke, toch? Fieke? Fieke is geen woord. Fieke is geen woord. Ja. Ben je er klaar voor? Nee. Het was trouwens fakes. Wat? Fakes? Een 5-letterwoord met een G. G. Glor. Spel het. G-L-O-O-R. MG, kunnen we daar even naar kijken? Gewoon het G-L-O-R. Jij hebt het gezegd. Bestaat het? Oh! Wat? G-L-O-R? Gloed, glorie, licht, luister. Fuck, bam! Het bestaat gewoon. De G is goed en de R is ook goed. Gever. G-E-V-E-R. Maar de G is goed, de E is goed en de R is goed. Nou, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Gamer. Ja, Jezus. 5-letterwoord begint met een P. Pater. P-A-T-E-R. De P en de A zijn goed. Paden. P-A-D-E-N. De P en de A en de D zijn goed. Oh! Het was paddo. Een 5-letterwoord. Beginnend met een S. Sapje. S-A-P-J-E. De S is overduidelijk correct en de A moet op een andere plek. Spaar. S-P-A-A-R. Nog steeds, de S is natuurlijk correct en de A staat op de goede plek. Kut! Het woord was chance. Godver. Jort Stroek. Joh. Jouw woord begint met de letter D. Jammer, Jart. Wat ging er mis? Alles. Wat was het woord? Het woord was dizzy. Jezus, wat een kutwoorden. Heb je al een nieuwe strategie, Paul? Ja, out of the box denken. Out of the box denken. Wow. Nou, dat kun je nu gaan doen. Het woord begint met de K. K. Klapje. Klapen. Klamp. Klamp. Wat doe je? Klem, klamp, klump, klop. De A staat op een andere plek. Oké. Zo. Ja. Kalms. Kalms. Het oordeel van MG. MG? Kalms. Nee, kalms bestaat niet. Het woord was kenau. Wat? Kenau. K-E-N-A-U. Ik krijg een woord binnen en we beginnen met Jar. Nee, met Quinten. Quinta.
Het vijfletterige woord begint met een D. Dader. D-A-D-E-R. De tweede A is op de D en de A zijn goed. Daken. D-A-K-E-N. Hetzelfde, maar de E... Oh, sorry, de E was ook goed. Fuck. Het is, dus de D, de A en de E zijn goed. Dalen. D-A-L-E-N. Behalve de L is alles goed. Dagen. D-A-G-E-N. Is helaas niet goed. Het woord was daten. Ah! Ik probeer een nieuwe TikTok-trend te bedenken. Jouw woord begint met een J. Jezus. J-E-Z-U-S. De J en de E zijn goed. Jemig. J-E-M-I-G. Piep, 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 piep. Alles goed. Ja! Ja! Piep, bang, bang! Kelvin, je mag een bril opzetten en je mag een bal gaan graaien. En jij moet een rode bal pakken als je door wilt naar de volgende ronde. Komt ie. Rood is goed. Rood! 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 Groen! Blauw! 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 God! You're still in the game. Fuck! Dit is jouw moment. Ja, weet ik. Beginletter, vijfletterige woord. Begin met een B. Baken, B-A-K-E-N. Alleen, de B is goed helaas. De A zit wel op een andere plek. B-tap. Bravo! Dat is hij! Jouw woord is een vijfletterwoord met de F. F. Fake. Faker. F-A-K-E-R. Even kijken. Faker. De F is uiteraard goed. Ja. En de A en de R staan op een andere plek. F-A-R-A. K. Freaky. Stel eens. Quinten, voor jou een vijfletterwoord met de M. Maker. M-A-K-E-R. Alleen de M is goed en de E staat op een andere plek. Metro. M-E-T-R-O. De E staat op de goede plek. En de T moet, staat ook op een andere plek. Want het woord was? Meute. Nou, wat de fuck is dat voor woord, jongen? Kelvin, vijf letterwoord met de D. dikke. D-I-K-K-E. De D klopt, uiteraard. En de I en de E zijn allebei op een andere plek. Deins. D-E-I-N-S. De D en de E kloppen, de I staat op een andere plek. Denk. Denk. Deugd. 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 D-E-U-G-D. De D en de E kloppen. Deze, dampie. Debris. Oh. Ah, kut. Debris. Nee, debris. We zijn allemaal vier keer aan de beurt geweest en er is nog maar één keer een woord goed geraden, dus we zijn fucking slecht. Dat betekent dat we de bak met ballen weghalen uit deze ronde. Als je een woord goed hebt, ben je gewoon door naar de volgende ronde. Vijf letterwoord, wat begint met een G. Giert. G-I. G-I-E-R-T. De G is goed. De E en de R moeten op een andere plek. Graaf. G-R-A-A-F. De G is goed. De R moet op een andere plek. Gokken. Men gokken. G-O-K-K-E. Ja. Is het, kan dat? Mm-hmm. M-G? Wat is gokken? Zoek eens op men gokken. Wat was het woord? Gozer. Jezus, zie je, het is echt straattaal slash Gozer. Gewoon Nederlandse. Gozer. Oké. Okay. Boy, je krijgt voor mij vijf letterwoord. Int met een K. Koest. K-O-E-S-T. Ik weet het gewoon. Koest, dat is koest. Ja, hou je koest. Dat zijn vier letters. Oké, okay, de O staat op de verkeerde plek. Koter. Ja, ik doe het gewoon maar, want ik weet even geen ander woord. K-O-T-E-R. De O staat op de verkeerde plek, maar de K is wel goed. Klojo. K-L-O-J-O. Din, 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 din. Ja! Hey! Yes! Yes! Oh, yes! Yes! Ja, Paul is door naar de finale ronde. Eén van ons kan nog doorgaan naar de finale ronde. En dan is het 1-1. Quinten, jij hebt een letter of een woord dat begint met de letter M van Marie. Neger. M. M. Oh. Marie. Maten. M-A. T-E-N. De M en de A zijn goed en zitten op een goede plek. Mager. M-A.
G-E-R. De M en de A zijn goed op de goede plek, verder niks. Mast, nee, map. Maar pang pang. Maar pang pang. Helaas, je bent toch niet zo'n macho. Ah! Oh. Als dat je lijkt. Komt u maar. Het volgende woord. Begin met een C. De fuck, gast. Godverdomme, C. Ja, ik ben, ja, chick was het. Gewoon mijn chick. Als een matematiek. Oh, dat weet ik al. Niekies van Kelvin, oké. Jart. Ja. Jij hebt een woord wat begint. Een van de mooiste letters. De letter P. Poker. P-O-K-E-R. Alleen de P is helaas goed. Party. P-A-R-T-Y. De P en de A zijn goed. De A kan ook op een andere plek zitten. Pasta. P-A-S-T-A. Alle A's zitten goed en de P ook. Panga. P-A-N-G-A. De P-A-N en de A zijn goed. Staat daar? Panda. P-A-N-D-A. Helaas niet goed. Pa! Wat? Panna. We gaan door naar Quintectonic. Je hebt een woord wat begint met de B. Barst. B-A-R-S-T. De R zit op een andere plek en de B is goed. Braad. B-R-A-A-U-D. De B en de R zitten op de juiste plek. Brood. B-R-O-O-D. De B en de R zitten op de juiste plek en de eerste O ook. Brook. B-R-O-K-E. De K is goed, of de K en de E zitten op de verkeerde plek. Nee! Hé! Hey, wacht. Nee! B-R en de K en de E zitten op de verkeerde plek. Dus? Broek. Ja! Dat B-R-O-E-K. Wat? Wat? Godsamme! Wat? Pol, jongen, het komt allemaal op jou aan, gast. Dames en heren, als ik nu win van Pol, de slechtste lingo-speler in Nederland, staat er iets op het spel. Wat nog erger is dan 5000 euro, namelijk mijn ego. We gaan hetzelfde spel spelen als net. Het enige verschil, als je het goed hebt, mag je naar de bak lopen. Pak je een bal. Als je een rode bal pakt, dan heb je gewonnen. Pol, ben je er klaar voor? Ja. Vijf letter woord begint met een J. Joker, J-O-K-E-R. De J en de O staan op de goede plek. Jolig, J-O-L-I-G. De J en de O staan op de goede plek en de I moet ergens anders. Joint, J-O-N-I-J-O-I-N-T. Ding, 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 ding. Ja! Ja! Come on! Ik ben heel onpartijdig, bitch! Het was echt joint, gast. Kom op, ik ga een rode pakken. Kom op, jongen. Ik ga een fucking rode pakken. Blijf maar omhoog kijken, zodat je niet kan steamen. Wachten. Het is veel te spannend. Tante spannende finale, gast. Okay. Ah! Yes! 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 Oh! Yes! Ik vind het ergste nog dat ik gewoon nog een dag met jullie opgeschreven zit. Volgende week kan Quinten misschien wel de finale winnen. Of gaan we nog verder? Bedankt voor het kijken. Volgende week weer nieuwe Money Matties. Abonneer. Tot later. Pol heeft deze aflevering van Money Matties gewonnen. En dat betekent dat hij de 5000 euro moet gaan verdedigen. Degene die als eerste 4 afleveringen wint, mag de 5000 euro mee naar huis nemen. Tot volgende week.